Hi en welkom bij deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Saartje en ik ga het in deze video hebben over al mijn edelstenen die ik heb. Dus weer een lekker spiritueel, rustig, ontspannend onderwerp. En ik ga ze vertellen waarom ik ze heb aangeschaft en wat ze ook doen. Zoals je ziet heb ik er één om op dit moment ook. En dit is een bergkristal. Het is een doorzichtige steen. En ik heb hem momenteel... Dit is een punt, zeg maar. Zo noem je dat. Een bergkristallenpunt. En die zijn vaak wat krachtiger. Omdat ze in een punt zijn geslepen. Die dus echt ook de energie heel centraal, zeg maar, ergens naartoe kunnen richten. Bergkristal is een kristal die vaak wordt gebruikt voor de kruinchakra, dus dat is je bovenste chakra. Die staat voor verbinding met het licht, met het universum, met eigenlijk alles in balans krijgen. Bergkristal reinigt zichzelf ook. Hele fijne, krachtige steen. Die eigenlijk heel veel wordt gedragen door spirituele personen. Met name als je je spiritualiteit wilt ontwikkelen, dan kun je goed een bergkristal aanschaffen. Die zorgt er namelijk echt voor dat jij in lijn komt vaak. En dat jij echt je afstemt ook met je hogere zelf. Dus dat je meer in contact komt ook met je hogere zelf. En met je kruin. Die gaat dan meer openstaan. Misschien goed om te vertellen, ben je nog niet bekend met chakras? Je hebt 7 chakras in je lichaam zitten. Je kruinchakra, je derde oogchakra, je keelchakra, je hartchakra. Die zit meer, die wordt een beetje over het algemeen tussen dit gebied, zeg maar, aangeduid. Dus ja, bij je hart, een beetje tussen je borstkast zit die. Bij mij zit die echter iets hoger, voel ik. Als ik hier zo voel, dan voel ik hem hier zitten. Hoe voel je je chakra nou? Dat is letterlijk een kwestie van je hand over je huid heen laten gaan. En je voelt hem gewoon. Je voelt gewoon dat de energie onder jouw hand, dus tussen jouw hand en jouw huid, verandert. Het is bijvoorbeeld, als je over je huid heen gaat, dan voel je bijvoorbeeld gewoon een egaal gevoel. Maar op één plek voel je dan een verandering in energieveld. Dus dat voel je gewoon letterlijk. En dat is bij mij dus hier. Hier voel ik dat. Afhankelijk natuurlijk van hoe geopend die is, hoe sterk die is. Hij kan namelijk overontwikkeld zijn en onderontwikkeld zijn. Daar ga ik het verder even niet zoveel over hebben. Maar je hebt dus bepaalde chakras. Hartchakra was gebleven. Daaronder heb je je zonnevlechtchakra. Daaronder heb je je sacraalchakra. En daaronder heb je nog je wortelchakra. Die zit echt in jouw bekken. Dus echt op het onderste puntje, zeg maar. Je sacraalchakra zit bij je stuitje ongeveer. Ter hoogte van je stuitje. En je zonnevlecht zit wat meer ter hoogte van... Even kijken, ja, tussen je navel en je borstkast in, zeg maar. Dus ongeveer 2 vingers onder je borstkast. Daar ongeveer in dat gebied zit die. En wat doen edelstenen nou? Edelstenen zorgen er dus ook echt voor dat die... Die hebben een bepaalde invloed op chakra's. Als jouw chakra bijvoorbeeld niet onder gestimuleerd, maar als jouw chakra... onderontwikkeld is, dan kan bijvoorbeeld een bepaalde edelsteen ervoor zorgen dat die wat meer ontwikkeld wordt. En dus wat meer open gaat staan. Wat beter gaat draaien. Zo kun je het eigenlijk zien. Chakras zijn energiepunten in jouw lichaam. En die stromen of die stromen niet, zeg maar. Energie hoort gewoon te stromen, zoals water ook. Water hoort ook te stromen. Als water stil gaat staan, komen er allemaal bacteriën in. Zo is het letterlijk met jouw lichaam ook. Als jouw lichaam niet stroomt, ontstaan er ziektes. Dat even over chakras. En deze is dus voor de kruinchakra. Goed, dan heb ik nog één voor de kruinchakra en dat is amethyst. Ik heb een amethyst hartje.
Ja, waarom een hartje? Geen idee. Die heb ik een keer gekocht. Ik weet ook niet eens meer waar. Er zitten heel veel barsten in, zeg maar. En ja, die komen er gewoon gedurende dat je hem draagt erin. Dat kan te maken hebben met de energie, dat jij er energie uittrekt. Ja, er zijn heel veel verschillende verhalen gaan daarover rond. Zelf ben ik, denk ik, geloof ik er heel erg in, inderdaad, dat als jij heel veel energie uit een steen slurpt, dat die inderdaad barsten kan gaan vertonen. Dus het is ook echt, denk ik, wel heel erg noodzaak, althans dat zegt mijn gevoel, dat het noodzaak is dat je hem op tijd ontlaat en oplaadt. Dus ontladen kun je bijvoorbeeld doen onder water, niet met iedere steen. Google van tevoren altijd eerst eventjes of dat kan bij de steen die je hebt. En je kunt ze opladen in maanlicht, maar je kunt ze ook opladen met bergkristallen, met seleniet bijvoorbeeld, die laadt stenen op. Ja, dat is een beetje afhankelijk van de steen. Amethyst zorgt er echt voor dat je kruinchakra en ook je derde oog open gaan staan. Dus dit is echt een behoorlijk krachtige steen ook. Met name ook omdat hij dus heel erg doorwerkt op je intuïtie, op je derde oog. En ja, jij gewoon veel meer open gaat staan voor gevoel, zeg maar, voor energie. Dat merk je ook echt als je deze steen gaat dragen. Dat je echt veel gevoeliger wordt. Voor sferen, maar niet alleen voor sferen, ook je eigen gevoel, je eigen intuïtie. Je voelt gewoon letterlijk wat meer. Je gevoelsleven gaat ja, of niet omhoog, maar wordt zeg maar wat krachtiger. Ik heb ook nog twee gewone bergkristallen. Dus gewoon trommelstenen zijn dat dan. Trommelstenen zijn ronde stenen over het algemeen, die dus geslepen zijn en gepolijst zijn. Dat zijn. Ja, dat worden trommelstenen genoemd. En ze zeggen over het algemeen dat die wat minder krachtig zijn dan ruwe stenen. Omdat ruwe stenen gewoon echt zo over het algemeen uit de natuur gehaald worden. En daar wordt verder niks aan gedaan. En als jij een steen echt gaat polijzen en ja, eraan komt, dan kan zijn energie verloren gaan. Een steen die ook ja, voor je intuïtie zou werken, dus voor je derde oog, maar ook voor je keelchakra, is de celestine. Dit is een ruwe celestine, die is dus niet gepolijst en ja, heeft dus gewoon nog wat ruwere randjes. Hele mooie blauwe steen, hele zachte steen. Het wordt ook wel de engelensteen genoemd, omdat ja, je echt zeg maar met deze steen je engelen en gidsen bij je zou kunnen roepen en het contact met je engelen en gidsen dus ook bevorderd wordt. Mocht je daarin geloven of niet. Ik gebruik hem vooral om voor mijn keelchakra. Celestine is heel erg goed voor mijn keelchakra. Ik ben nogal introvert, dus ik spreek niet zoveel. Ik verwerk heel veel binnen in mijn hoofd, zeg maar. Ik denk heel veel na en ik praat gewoon minder. Daarom is YouTube voor mij ook echt een ideale bron, zeg maar, of een ideaal hulpmiddel. Zorg ervoor dat ik gewoon meer ga praten, meer ga spreken, meer mijn mening ga uiten en meer ga staan voor wie ik ben. En daar zorgt Celestine ook voor. Celestine zorgt ervoor dat jij gaat spreken, dat jij jouw waarheid gaat spreken en dat jij bij jezelf blijft. Dus Celestine zorgt ook voor dat je intuïtie wat krachtiger wordt. Het is echt een hele zachtaardige, maar toch ook wel weer krachtige steen. Oh, dan heb ik er nog één, die was ik bijna vergeten. Ook voor derde oog. Dat is deze steen. En deze vind ik zelf ook echt geweldig. Dit is namelijk lapis lazuli. Deze steen lijkt echt op het universum een beetje, vind ik. Daarom vind ik hem zo ontzettend mooi en hij is zo krachtig. Hij zorgt er echt voor dat je lekker gaat dromen, dat je lekker spiritueel wordt, lekker ook echt connect met het universum, maar ook jouw waarheid spreekt. Ja, heel erg echt ook is op de connectie met het universum, met je hogere zelf en met jouw dromen, met jouw missie, met jouw zielsmissie. Waarvoor ben jij hier op aarde? Wat wil jij hier op aarde bereiken?
daar gaat lapis lazuli je heel erg bij helpen. Het is echt een droomsteen. Als ik hem nou ook weer vast heb, ja, ik word heel erg, ik keer heel erg meer in mezelf, merk ik, of mijn gevoel merkt, die wil heel erg in mezelf keren. En het is gewoon een hele comfortabele steen. Gewoon dat ik lekker bijvoorbeeld, als ik hem vast heb, denk ik ook, oh ja, lekker in mezelf, lekker een boekje erbij, lekkere muziek eventueel, rustige muziek of geuren die gewoon ervoor zorgen dat ik echt een coconsteen is het, zeg maar. Heel erg. Even kijken, welke ga ik je dan laten zien? Ik heb hier nog een chiropraas. Die heb ik een keer gekocht. Oh jee, het zit in de war. Ik zie nou pas dat die doorschijnend is ook een beetje. Wat grappig, dat was me eerder nog helemaal niet opgevallen. Een steen met diverse kleuren, groen en een beetje bruinig. Deze heb ik een keer gekocht bij TK Maxx. Die staat heel erg voor zelfrespect, zelfcompassie, wijsheid, zelfacceptatie ook. Dus het is echt een hele mooie steen. Ook echt een beetje een aardse steen. Je ziet het ook aan de kleuren die erin zitten. Ja, echt groen met bruin. Dat zijn echt aardse tinten. Dus die ervoor zorgen dat je echt met je beide benen op de grond staat. En hier ben ik. This is who I am. En daar zul je het mee moeten doen, om het zo maar te zeggen. Nog even een dingetje tussendoor. Wat ik nu ineens bedenk, is dat je chakras ook kleuren hebben. Paars, blauw, lichtblauw, groen, geel, oranje, rood. En dat zie je dus ook echt terug in de kleuren van de edelstenen. De kleuren van de edelstenen zijn dus ook echt heel erg afgestemd op het gebied waar het werkt. Dus als jij bijvoorbeeld veel geel draagt, dan stimuleer je ook echt die zonnevlechtchakra. Draag jij veel blauw, zorg je er echt voor dat je keel en je derde oog ontwikkeld worden, zeg maar, of gestimuleerd worden. Even kijken, dan gaan we door naar deze is denk ik wel mooi voor dit moment, ja. Dit is dus een roze kwarts en die is gewoon te herkennen aan zijn roze kleur. En echt een prachtige, liefdevolle steen. Dit is echt, als ik een steen zou kunnen aanraden aan iedereen, is het de roze kwarts wel. Het is gewoon zo'n liefdevolle, zachte steen die er echt voor zorgt dat je zelfliefde naar jezelf gaat ervaren. En ook naar anderen, maar als allereerst ook echt naar jezelf. Dat je naar jezelf gaat kijken. Wat heb jij nodig in jouw leven? En hoe kan jij liever voor jezelf zijn? En dat is niet door te zeggen dat je alles moet kunnen en dat je dit nog niet kan en dat nog niet kan en dit niet mooi vindt aan jezelf en dat niet mooi vindt. Nee, roze kwarts gaat jou echt helpen bij wat is nou. Kijk eens naar de punten in je leven die mooi zijn. En wees eens lief voor jezelf. Wees eens mild voor jezelf. We moeten zoveel van onszelf, maar waarom eigenlijk? Stel jezelf die vraag maar eens. Waarom? En stel hem maar 500 keer achter elkaar. Waarom moet jij zoveel van jezelf? En niet dezelfde vraag, maar je zult merken dat als jij je vraagt aan jezelf, waarom moet ik heel veel van mezelf? En dan zeg je van, nou ja, omdat ik iets wil bereiken. Oké, maar waarom wil je dan iets bereiken? Waarom is dat allemaal belangrijk? En dan kom je er heel vaak achter dat je dingen doet omdat je dat gezien hebt bij iemand anders. Omdat je jezelf aan het vergelijken bent met iemand anders. Stel nou, je bent 80 op het einde van je leven en je hebt je hele leven alleen maar, je hebt verder geen opleiding of je hebt geen succesvolle baan of noem het maar op. Maar je hebt wel je hele leven genoten van je leven. Wat is het belangrijkste voor jou? En echt voor jou, hè? Want je kunt wel zeggen, ja, dat is carrière maken. Maar is dat echt het allerbelangrijkste voor jou? Of is dat belangrijk omdat je ouders dat je hebt meegegeven? Of omdat je omgeving heel erg is van het carrière maken en succes hebben? Wat is belangrijk voor jou? Luister eens naar jouw gevoel. Dare to be different and dare to be yourself. Roze kwarts werkt heel erg op het hart, maar daarnaast avonturijn ook. En avonturijn is een groene steen. Avonturijn heb ik heel veel gedragen in mijn toen ik op de middelbare school zat. En
Aventurijn helpt heel erg als jij een onzuivere huid hebt. Als je acne hebt, dan schijnt aventurijn heel erg te helpen. En daarnaast helpt aventurijn heel erg om wat meer te staan voor wie jij bent. Dus minder rekening te houden met andere mensen, maar meer jezelf op één zetten. Het is ook wel een steen van harmonie, dus die probeert ook wel heel erg die harmonie op te zoeken. Maar het is ook daarnaast de steen van... Blijf eens echt bij jezelf en bij jouw hart en wat jouw hart ingeeft. Dan heb ik nog een zonnesteen, dat is deze steen. Een hele aparte steen. Als je hem in het licht houdt, dan zie je ook echt schittering erin. Zonnesteen werkt heel erg natuurlijk op de zonnevlechtchakra. Zorg ervoor dat jij je goed gaat voelen, energiek gaat voelen, warmte gaat voelen in jouw lichaam. Warmte in jouw lichaam zorgt er echt voor dat jij... die liefde kan aanwakkeren. Liefde is namelijk licht en liefde is warmte. En dat merk je heel erg met dus als je de zonnevlechtchakra wat meer gaat stimuleren. Die liefde naar jezelf en anderen. Niet meer oordelen, maar gewoon het is er. Dit is er, het is er. That's it. Maakt verder niet uit, hoeft geen oordeel aangehangen te worden. This is it and this is okay. Net zoals deze steen. En deze steen, die kan eigenlijk twee dingen zijn. Dit kan een gebrande amethyst zijn. Dus een paarse amethyst die ze gebrand hebben. Of dit kan een honingkalsiet zijn. Ik heb deze gekocht op Ibiza. Ik ben alleen helemaal vergeten te vragen wat voor steen het is. Hij viel me op. Ik vond hem fantastisch mooi. En ik ben nog steeds heel erg blij en dierbaar met deze steen. Want deze steen is dierbaar voor mij. Hij heeft echt zo'n kracht. Gewoon voel ik. Waarschijnlijk omdat hij ook ruw is. Maar echt, deze steen heeft de power. Niet normaal. Ik kan nog eens... voorheen kon ik nog best wel eens onzeker zijn. Met name voor groepen vind ik het echt lastig om te spreken. En deze steen zorgt er gewoon voor dat ik... Badass, doe. Gewoon hop er doorheen, door die angst heen. En het gewoon doe. En nou echt, die zorgt er gewoon echt een beetje voor dat die angst wat minder wordt. En dat ik echt ga staan voor wie ik ben. En echt die kracht voel in mijn lichaam van, ik heb een missie, ik heb een verhaal. En dat wil ik aan iedereen meegeven. En ja, daar helpt deze steen gewoon heel erg bij. Dan heb ik nog deze steen. Dit is een citrien. Dit is een gele steen. En die werkt dus ook op de zonnevlechtchakra. Zorgt er dus ook voor dat jij je gewoon echt goed voelt, zeg maar. In omgang met andere mensen en je gevoelens ook kan uiten. Dan heb ik twee maanstenen. Eén weer in een punt. Dat is deze. En deze is meer een beetje persenkleur. En dan heb ik nog een witte maansteen ook. Maansteen heb je in diverse kleuren. Maansteen heb je in blauw, wit, persik. Eigenlijk een beetje verschillende kleuren allemaal. En maansteen zorgt ervoor, is echt... Deze is meer trouwens voor je sacraal chakra. Dus voor je seksuele energie. Maar ook voor het uiten van je gevoelens, voor het uiten van je vrouwelijkheid. Zorgt echt voor het vrouwelijk voelen van jezelf. Zoals je wellicht merkt of weet, heb je gewoon wat meer mannelijke kanten of wat meer vrouwelijke kanten. Als je je vrouwelijk voelt, dan kan dat zich uiten in dat je gewoon graag jurken draagt. Gewoon echt dat vrouwelijke... Gaat laten zien, zeg maar. Dus echt dat sensuele, bezinning, bij jezelf blijven, je gevoelens uiten. Dat is echt dat vrouwelijke. En dat mannelijke is meer hard, is meer... we gaan ervoor, niet poetsen, maar of niet lullen, maar poetsen, zeg maar. En... is doen, heel erg in de doen-energie, is heel erg meer van het rationele. Dat is echt de mannelijke energie. En we leven in een wereld waar die mannelijke energie best wel hoog is. Dus is het als vrouw zijn de echte kunst om bij je vrouwelijke energie ook te blijven. Omdat dat voor jou is waar jouw magie ook ligt. Als dat in balans is, dan voel jij je ook echt
veel beter. Wat ik ook heb is een karneol. Dit is een oranje steen zoals je ziet. Deze werkt ook op de sacraal chakra. Heeft dus ook alles te maken met die vrouwelijke energie. Met dat seksuele. Heb jij dus moeite met seksuele energie? Of merk je bij jezelf dat je libido wat laag is of zo? Dan zou je een karneol kunnen gaan dragen of een maansteen. Eerder wil ik je maansteen aanraden. Maansteen is gewoon echt heel erg krachtig. Maar goed, anderzijds denk ik nu ook gelijk, die is voor mij heel krachtig. Misschien helpt voor jou karneol veel beter of een andere steen. En daarnaast werkt karneol ook echt op het zelfvertrouwen. Werkt karneol motiverend, vitaliserend en zorgt het voor een opwekkend gevoel. En voor de laatste chakra, de wortelchakra, heb ik deze rode vriend. En dit is de jaspis, een rode jaspis. Nou, de wortelchakra staat eigenlijk voor aarde. Aarde, aarde, aarde. En echt je veilig voelen hier, heel erg. Dus je welkom voelen overal, je veilig voelen. Bij heel veel mensen zit al gelijk er een probleem, zeg maar, in de wortelchakra. Of het als een probleem, die functioneert vaak gewoon niet helemaal lekker. Er zit heel veel spanning vaak bij veel vrouwen in de bekken. En dat heeft te maken met toch wel ook de wortelchakra. Kan ook te maken hebben met de sacraal chakra, met seksuele energie. In deze maatschappij die toch wel behoorlijk op seks belust is, zeg maar, berust is. Die kan dan ook wel wat op slot gaan staan. Maar ook de wortelchakra, het je veilig voelen. Dat is zo belangrijk dat jij gewoon overal je veilig kan voelen en je thuis kan voelen. En dat is vaak niet zo. Dus een jaspis kan daar heel erg bij helpen. En daarnaast heb ik nog een zwarte steen waarvan ik even de naam niet meer weet. Die ziet er zo uit. Ik zal nog wel even de naam in beeld ook schrijven. En deze werkt heel erg. Vaak werken zwarte stenen heel erg op het helen van trauma's, zeg maar. Ook deze steen zorgt er heel erg voor dat je eventuele trauma's wat meer heelt. Dat je wat compassievoller naar jezelf bent. Ja, meer het donkere werk, het schaduwwerk. Dat doen vaak de donkere stenen. Dus die zorgen ervoor dat jij ook je schaduwkanten wat meer accepteert en omarmt. En het stukje helen gewoon heel erg. Zorg edelstenen ervoor dat al jouw problemen ineens weggaan? Nee, absoluut niet. Je zult echt nog wel zelf aan de slag moeten gaan. Maar edelstenen kunnen je daar heel mooi bij ondersteunen en bij helpen. Daar zorgen edelstenen vooral voor. En daarnaast, het is niet zo dat als jij ziek bent dat je edelstenen kunt gaan omhangen en dat je ineens beter wordt. Absoluut niet. Het is niet op die manier een genezer. Het zou wel kunnen, maar het heeft alles te maken met hoe jij erin staat. Als jij denkt dat een steen jou niet gaat helpen, gaat hij ook niet helpen. Het heeft alles weer te maken met, sta jij open voor datgene wat de steen jou wil meegeven. Dus werken edelstenen? Dat is altijd de vraag. Sowieso alles werkt als jij denkt dat het werkt. Dan resoneert het gewoon met jou. Dan zit het op dezelfde frequentie als dat jij denkt. En dan werkt het ook. Dus als jij denkt dat jij die topbaan kunt krijgen, dan krijg jij die baan. Als jij daar heilig van bent overtuigd en dat echt helemaal doorvoelt, krijg jij die baan. Als jij denkt dat jij de loterij gaat winnen en dat echt helemaal doorvoelt en in lijn bent met jouw gevoel, zul je de loterij winnen. En als dat niet zo is, dan win je de loterij ook niet. Als er ook maar één klein minuscule dingetje in jou te zijn wat zegt, ja, ik denk niet dat je de loterij gaat winnen hoor. Dat is too good to be true. Ga je hem niet winnen. En zo werkt het gewoon. Ik zou gewoon zeggen, niet geschoten is altijd mis. En probeer het eens. Of het iets voor je is of niet. Dus ik hoop dat je iets gehad hebt in deze video. Best wel weer een lange video. Maar ik hoop gewoon dat je er iets aan gehad hebt. En ik zie je heel graag weer terug bij de volgende video op mijn kanaal. Doeg!